I'll live above, always driving for the ghost. I surround. Ik ben Raf Hellemans. Ik ben hier terechtgekomen in 2008 in de Vita. Dat is een verslavingsunit. Ik was hardnekkig verslaafd aan alcohol. Mijn naam is Roger Venneke, 60 jaar. Vroeger had ik een gezond lichaam en mentaal ging het ook vrij goed. Ik heb verschillende jobs gedaan, heb zelfs een zaak gehad en als leerkracht gewerkt. Ik verzorgde ook mijn ouders, zelfs toen ze op latere leeftijd fysieke zorgen nodig hadden. Ik zag mijn familie vaak en had enkele goede vrienden. Toen ging alles mis. Ik kan een paar telefoonboeken volschrijven over de miserie die ik heb meegemaakt. Ik werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en doorliep een heel traject. Toen ik me weer stabieler voelde, kon ik zelfstandig wonen met begeleiding. Dat was geen evidente stap vooruit. Maandag was niet langer de vaste kuisdag. Ik moest zelf initiatief nemen om mijn woning te onderhouden. Ik werd zelfstandiger en nam meer verantwoordelijkheid op. Ik kreeg er vrijheid voor in de plaats. En ik woon hier graag. Het is een comfortabel en gezellig sociaal appartement. In 2010 heb ik de kans gekregen om in een woning te gaan van Beschut Wonen. Dat was de woning De Valk, waar ik met drie andere bewoners samen woonde. Achter 3 jaar De Valk heb ik uitgekeken naar een studio die ook van de Vlier is. Er zijn een 5-tal studio's hier. En we hebben ook taken, zoals de maandag gaan we achter boodschappen. We eten ook samen eenmaal in de week, dus de maandag maakt iemand van ons een maal klaar. Ik zit regelmatig op Facebook, waar ik ook mijn familie heb beter leren kennen en zo, en ook de vrienden heb leren kennen. Ik ga ook regelmatig mee met de begeleiding op uitstap. De uitstappen die zijn soms naar het Leen of naar Wachterbeke. Dat is heel goed, vind ik ook, dat ik dat ook nog kan meemaken. Ik ben Leclerc Marina, 55 jaar. Ik ben drie maal getrouwd geweest. Ik heb 2 kinderen, 2 dochters, 4 kleinkinderen. Vroeger heb ik in de psychiatrie gezeten, 13 jaar, wegens relaties dat niet klikte hun. Dan ben ik naar Beschut Wonen gegaan. Dan ben ik alleen gaan wonen. Dat lukte mij niet. Ik had angsten. Dan ben ik terug Beschut Wonen gegaan en nu voel ik mij veilig. De begeleiding betekent heel veel voor mij. Je bent niet alleen. Je hebt problemen, helpen ze u. Ik voel me daar heel goed bij. Smakelijk iedereen. Ik heb over 4 maanden een relatie gehad en dat is een stuk gelopen. Ik kreeg paniekaanvallen, kost het niet aan. Ik heb dan de dokter gebeld en de permanentie. Die mensen zijn naar hier geweest, hebben mij geholpen voor niet in paniek te slaan. En dat komt door de relatie die verbroken was. Nu voel ik mij hier op mijn gemak. Het is over, dankzij de dokter en de begeleiding. Ik werk in het sociaal restaurant, dat is het Slakkenhuisje. Daar werk ik 4 dagen in de week. Rond 11 uur begin ik daar te werken ook. Ik doe de kassa, ik doe de zaal. Ik maak dat alles proper is en goed is ook, tegen dat de klanten om 11:30 bij ons binnenkomen. Ik ontmoet ook veel mensen
in het slakkenhuisje, die niks met de psychiatrie te maken hebben, maar waar ik een band mee gemaakt heb. En dat is wel heel belangrijk voor mij. Ik kom 4 dagen in de week in de biotoop. De donderdag en de vrijdag doe ik vrijwilligerswerk, tafel zetten en de vaat doen, alles in de kast zetten. Ook de ijskast vullen, dat ontspant mij en zit ook bij de mensen. En ik zal dat altijd blijven doen, want ik doe dat heel graag. Zenuwachtig ben en activiteiten, dat ontspan mij. Dan heb ik geen angsten, dan kan ik concentreren op iets anders. En dat is voor mij, ik doe dat heel graag, dat ik tot rust kom. Dan denk je aan iets anders, dan concentreer je aan het boek. En ja, dan kijk, doe je geen andere gedachten. Ik doe denken. En dat is voor mij goed. Job uitoefenen lukt mij niet meer. Maar ik kan wel weer voor mezelf zorgen. Huishoudelijk werk, hobby's beoefenen, leuke uitstapjes enzovoort. Mijn persoonlijke begeleider komt ook 2 keer per week langs. Hij geeft mij raad, we hebben een goed gesprek of maken een uitstap. Steun krijgen betekent veel voor mij. Soms heb ik moeilijke weken of maanden, maar ik ben hoopvol. Eén keer op het jaar heb ik een begeleidingsplan bij bespreking. Met het hele team daarbij ook. Daar is Luc Vlasak bij, daar is Bert bij, daar is... Frits bij, maar ook dokter De Dekker is daar aanwezig. En ik leg dan uit wat ik nog in de toekomst allemaal zou willen bereiken. Ik ga nu naar de Aldi, want morgen heb ik de tijd. Morgen vroeg ga ik een computerles volgen van 8:30 tot 12:00. En dat doe ik graag, want anders heb ik geen tijd. En in de namiddag heb ik nog iets anders te doen. Een beetje druk, ik doe dat graag. En dan woensdag is het kookles, dan lukt het ook niet. Daarmee moeten we alles vandaan doen. Dankbaar. Het traject van rehabilitatie biedt aan psychiatrische patiënten zoals ik mogelijkheden om mij te ontplooien en te vormen. Ik ervaar een gevoel van vrijheid, wat in tegenstelling voor veel patiënten niet mogelijk is. Het is een verrijking voor mijn leven, om mij begeleid te kunnen integreren in de maatschappij. Groetjes, Roger.